Durven, doen. Geen angst, proberen. Ik ben Philip van Traa, 45 jaar. Ik ben een van de founders van Moss & Herbs. En dit is mijn masterclass. Groen betekent voor ons ingebouwen, bovenop gebouwen, rond de gebouwen. We willen de ruimte rondom de mens in de stad groener maken. Ik kom in een totale bouwput op de Kalverstraat loop ik naar binnen met een bouwhelm op mijn hoofd waar het helemaal donker is. Ik loop naar boven en kom op de plek en dan wordt me gezegd welkom in de tuin. Ik zie daar eigenlijk alleen maar een afgerachte, nog helemaal niet af plek. En ik zie een wand met daarboven de aanzet om daar een glazen dak bovenop te zetten en denk, dit wordt hem. Hier gaan we een nieuw soort groene wand bouwen. Je bouwt het ding op en in die laatste anderhalf uur plant je zo'n wand af en er ontstaat iets compleet nieuws. Als ik kijk naar de projecten die wij hebben gedaan, dan zit er 90% van het werk zit in het bouwen van het design. En 10% zit uiteindelijk in het plaatsen van de planten. Voordat die planten erin gaat, krijg je nooit wauw. Zodra die planten erin gaat, krijg je direct wauw. Dat betekent dat die planten zijn de wauw-factor en maken dat een design uiteindelijk succesvol is. Als wij niet de gelegenheid krijgen om die wauw te maken, dan niet. En dat is niet om altijd maar de beste, het mooiste, het meest opvallende. Het kan namelijk ook zijn dat je helemaal niet het duurste of wat dan ook doet, maar er moet iets speciaals in zitten wat mensen triggert, waardoor ze geraakt worden. Want dat is namelijk misschien wel zelfs hier en daar uit je comfortzone gehaald worden, maakt dat mensen iets mooi vinden. Een groene statement hoeft niet per se een groot groen gebaar te zijn, maar het is in één keer iets wat in het oog springt. En iets wat mooi is, waarover nagedacht is en wat aanwezig is. Wat aanwezig mag zijn, maar dan staat het ook op een plek waarvan je zegt, ja, daar komt het helemaal tot zijn recht. Een grote pot heeft wat mij betreft meer impact, omdat het over het algemeen ook betekent dat je een grotere plant erin kan zetten. Maar het kan net zo goed zijn dat het een kleinere oplossing is die op een perfecte manier verwerkt is in een interieur. Maar wat ook een oplossing is om de planten die je normaliter over je huis verspreidt of over je huiskamer verspreidt, om die nou eens bij elkaar neer te zetten. He, lekker afwijkende planten, afwijkende potten, verschillende hoogtes. Eén plant op een tafeltje zetten, de andere ervoor. Zet die vier bij elkaar en je bouwt in één keer je huiskamer om. Ik zelf hou er erg van om op jacht te blijven gaan naar nieuwe plantensoorten. Het mooie daarvan is dat mensen zo verrast zijn als ze een nieuwe plant zien. Want dan denken ze, ja, ik ken dat, hè, de bekende monstera die alles en iedereen heeft. Nu is er een nieuwe soort op de markt. Al zodra wij die neerzetten, dan krijgen we ontzettend enthousiaste reacties. Een voordeel van planten is dat er ontzettend veel bij elkaar kan, omdat het natuur is. En daar eigenlijk niet ontzettend veel regels voor gelden van joh, dat kan niet bij elkaar. Dat gaat zelfs zo ver dat tegenwoordig, als we het over bloemen in de tuin hebben, dat alles door elkaar mag. Alle kleuren mogen door elkaar. En met planten zal nooit iemand zeggen, nou, dat vloekt echt vreselijk. Het kan wel eens zijn dat iemand zegt, het is een gekke combinatie, maar het vloekt bijna nooit. Als we het hebben over groen in huis, eigenlijk is er maar één advies. Gewoon durven en gewoon doen. Je zal uiteindelijk zien dat het een hartstikke mooi resultaat oplevert.